Suriname heeft de tweede tranche binnen van IMF. Dat we tak monitoren, is op IMF ondersteunen, kondre, naar economie, voor zorgen dat de economie komt bakken op rail. En we zijn in feite vier tranches achter, dus we hebben dus een inhaalslag te maken. Nou, we hebben gesproken met enkele DNA-leden over hun zienswijze met betrekking tot de IMF-deal. En onder andere de heer Gayadin, Parmisser en Bova, die zijn aan het woord gekomen. Als we kijken naar de actualiteiten, dan wil ik me focussen op dat deel van de schuldenherschikking. Net heeft de minister van Financiën de presentatie gegeven in DNA. Wat vindt u persoonlijk van die overeenkomst die de regering heeft gesloten met een van de grootste bondholders, Oppenheimer? Nou, ik heb al eerder gezegd. In feite, met de deal die de regering heeft gesloten, welke loopt tot 2050, met een aantal afspraken die erbij zijn gemaakt, heeft de regering in feite ons verder gebracht van waar we zijn. Omdat als je kijkt naar alleen het feit dat wij aan meer kosten ruim opgeteld en afgetrokken, ook op basis van wat de deskundigen hebben geschreven, we hebben vermeld ruim 300 miljoen meer gaan betalen. Wij zogenaamd met een groot blok aan ons been zullen staan met betrekking tot de VRI. Dat is een zogeheten instrument welke de bondholders als partij recht zouden geven op ruim 30% van de royalty-inkomsten oplopende tot 2050. Met een maximumbedrag dat tot op dit moment ook vanuit bij monden van de minister van Financiën net niet duidelijk is. Dan is het een grote zorg. Ten meer omdat de regering ervoor heeft gekozen om ondanks de meer opbrengsten die er zijn, uit zowel de gouddeal waarvoor deze leningen zijn getrokken, zowel vanuit de dam, welke ons ruim 70 miljoen per jaar bespaart, als ook de inkomsten van IAMGOLD, de meerinkomsten, als ook staatsolie die ook vanuit de Oppenheimer-lening is betaald. Uit al deze extra inkomsten, welke bedoeld zouden zijn en zijn voor de afbetaling, heeft de regering ervoor gekozen om vanaf 2020 niet te betalen. Om ons te storten in dit avontuur, waar ik zeg dat de situatie nu zwarter, donkerder en bedroefdiger is dan het moment waar we met elkaar hebben gekeken hoe we hiermee om zullen moeten gaan. U heeft een beeld gegeven, dat wil zeggen, er was wel ruimte om de lening af te lossen. Waar liggen je prioriteiten? Liggen je prioriteiten om voor miljoenen de wereld rond te reizen naar Dubai, naar India, naar Nederland, allerlei dure auto's en hier misschien ook allerlei dure uitgaven te doen van helikopter naar allerlei mooie pracht en praal? Of ligt je prioriteit om in elk geval de basale dingen voor die samenleving te doen? Smamoes njas, smamoes dringis, smamoes guadatrat op een behoorlijke manier. En dan als je verplichtingen. Nou, ik gewoon paf of zo. Wanneer je naar de bank stapt om een lening te nemen om een auto te kopen, dan moet je eten, drinken. Maar no magwa, geweldige show, een geweldig disco om andere dingen te gaan doen. Je moet je schulden aflossen. En dat heeft de regering niet gedaan. Eigenlijk kunnen we zeggen, de regering heeft gekozen om dat niet te doen onder een zogeheten standstill, onder een zogeheten onderhandeling met IMF en gesprekken met IMF en onder een zogenoemde IMF-programma. In elk geval van mijn plaats, mijn positie, mijn verantwoordelijkheid als parlementariër die niet een heleboel weet over de macro-economie van het land. Dat is niet mijn studie en mijn achtergrond. Maar door de tijd heen heb ik mij als beleidsmaker en als politicus, als jurist gebieden in de ontwikkeling in de wereld, gebieden in bepaalde politiek-maatschappelijke vraagstukken en een vraagstuk welke op ons bord ligt waarbij we een regering hebben gezien die al haar hoop heeft opgegeven bij het IMF. Er één is geweest waar ik zelf voor heb gewaarschuwd. Vanaf die one, met takken, ik kan alle bandjes en alle zaken nagaan. Regering, wat is uw plan B? IMF is niet de oplossing voor Suriname en dat is nu gebleken. Maar de maand aquí, in feite, a oppositie, zij bestaat uit NDP. De man is hoor volk voor de gek, want de man is taki to taki, a vorige regering. Toen de vorige regering die lening had genomen om die dam over te nemen, heeft staatsolie volgens mij binnen een jaar
200 miljoen op tafel gelegd voor de staat om die lening deels uit te betalen. En de regering van toen heeft zulks niet gedaan. Dus de mij vraagt de eigen af. Sang boven een collega het nu de taki regering op pay dis dat die amoni bedekba. Dat heeft uw collega Sukul laatst verkondigd in Mama Tentaki. Dus daarom vraag ik u, stel ik u de vraag. Natuurlijk zal ik mijn collega Sukul niet kwalijk nemen. Natuurlijk onwetendheid kan maken dat je bepaalde zaken je voorstelt die logisch lijken, maar praktisch niet zo zijn om niet te zeggen dat mensen zich onvoldoende inlezen. En dan man op tak voest de man in verstand. Feitelijk is het zo, en dat is bijkans bij elke lening zo, je viel in money voor een bepaalde periode, dat je niet zonder voorwaarden binnen die periode die lening terug kan betalen. Je wordt soms zelf een grotere verliezer, je trollas man. If you lend je 5 jaar, dan je een paar jaar terug binnen waar je. Als je geen boete krijgt, zijn er andere zaken die daar spelen. Dat is in vrijwel elke bond ook het geval. Een bond wordt uitgezet voor een bepaald aantal jaren. Dat staatsolie dat eerder heeft terugbetaald, was natuurlijk een goed gegeven. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat de regering dat geld op andere manieren heeft kunnen investeren in wat er in het land gebeurt. Wat vindt u van de deal die vandaag is, die is gesloten met de bondholders met betrekking tot de schuldenherschikking? Wazig, een en al onduidelijk. Terwijl de regering ons weinig informatie geeft, ik heb vorige keer al aangedrongen dat we een aparte vergadering hierover houden. Er is een principeakkoord en er moet een overeenkomst komen. En ik vind, en laten we dat goed vaststellen, dat zo'n overeenkomst hier eerst behandeld moet worden in DNA. Want het is verstrekkend. Het gaat om onze natuurlijke hulpbronnen, olie, die als onderpand gegeven zal worden, althans een deel. En dat kan je niet maken zonder DNA te adderen. Dat is één. Twee, men doet voorkomen alsof we een haircut, een korting krijgen, maar het tegendeel is waar. We gaan veel meer en meer en meer moeten betalen. Afgerond was het 800 miljoen dat we geleend hebben met boeterente. Die boete hebben ze laten oplopen om niet te betalen op tijd die aflossingen. Terwijl we hebben aangegeven en zullen doen dat er geld wel was om dat te doen. Verder is er al die zaken die we niet betaald hebben, deze regering. Dat wordt meegenomen na 2027 te betalen. Let op de datum. Men verschuift het naar een volgende regering. Ja, dus er is geen sprake van geen enkele korting, geen enkele haircut. Omdat we niet hebben betaald, gaat de rente oplopen. We gaan afgerond totaal 1,5 miljard moeten betalen. Plus komen de kosten van Lazard erbij. Plus zijn er aspecten dat het geld, alles wat we gaan krijgen van de oliemaatschappij, op een rekening gestort zal worden van de Oppenheimer, ja, op een aparte rekening. En Oppenheimer gaat bepalen welk deel wat we overeenkomen gegeven zal worden. Dat kan je niet maken. Dat kan je niet maken. Dat soort en meer aspecten zijn er daar dat we zeggen, kom hier in het parlement, laten we de overeenkomst goed met elkaar bespreken. Je kan zo'n overeenkomst, nogmaals ik herhaal, niet sluiten zonder goedkeuring van het parlement. Anders bent u meer dan ter kwade trouw. Meneer Gayadin, Melvin Bova heeft geluisterd naar die overeenkomst die de regering heeft gesloten met betrekking tot de bondholders. En hij zegt het is een bad deal. En u bent voorzitter van de commissie Financiën. Kan de Juka leg afvolg uit sang a deal in hou in? Nou, kijk, als iemand als Melvin Bova dat zegt, dan moet Melvin Bova even teruggraaien. Als ik me niet vergis, is het in begin juli 2020. Begin juli 2020 geven de bondholders het land de mogelijkheid voor herschikking. Dus toen was Melvin Bova ondervoorzitter van het parlement. Zijn regering was aan de macht. Juli gaat u na. Geven de bondholders voor die 125 miljoen de Masjitak de Manomapai de mogelijkheid tot herschikking.
De man no doing. De man liba volk in Apina. Omdat de man ik het aan een uno kon, met de tramas hij kon, met de jamaslag. Met de matikaslag. En dan komt zo iemand vandaag zeggen, bad deal. Dus dat is, ik denk, die samenleving misleiden. Natuurlijk kan elke deal beter zijn en zou beter kunnen. Maar we zitten in een situatie waarbij je schuldeisers daar tegenover hebt. En jij bent er als over. Je zit in een zwakkere positie. Maar helaas hebben wij ervoor kunnen zorgen dat de mensen wel in staat zijn geweest om die rechtszekerheid te creëren en die zekerheden te creëren dat wij precies weten waar we naartoe gaan. Dat we niet morgen opgeschrikt worden dat we moeten verschijnen op Londen of New York gerechtshof, waarbij al onze inkomsten uit Newmont of zeg maar wat, uit staatsolie beslag worden gelegd. Die zekerheden, daarvoor hebben we gezorgd met, laten we zeggen, zo'n schuldherschikking, dat we rust kunnen brengen en dat we goed kunnen plannen voor die samenleving. Daar gaat het om. Dus u zegt, die deal was nodig? Natuurlijk is het nodig. Eigenlijk, daar keek iedereen naar uit. Vandaar dat je ook zal merken dat Suriname, die uiteindelijk een junk-status verworven had, teruggevoerd zal worden of opgegreed zal worden in alle beoordelingen straks. Dat is wat wij als beleid moeten zorgen, dat die rechtszekerheid gecreëerd wordt. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Ja. Dus de man sa dika olo, toch, put a volk ina olo, want het volk is, het gaat niet om regering. Het volk zit erin. En dan gaat men nu zeggen, hey, sorry dat ik me dika olo, maar de massa wampuri, de ma doe slecht. Dat Yusuf dika olo. Daar komt het op neer. En ik begrijp dat bagadi a vorige regerings zit dat deel naar Oppenheimer. Staatsolie bij die regeren van Tubarki miljoen. We kan een paar lening, maar regeren nog een paar Tubarki miljoen. En ik kon begrijpen dat heeft toen de tijd regeren bouwt ze bij een paar Tubarki miljoen dan een bedien aan model DC. Wat kunt u ons daarover uitleggen? Dus u kunt terug gaan naar de betogen van mij hier in het parlement toen, in 2020, nee 2019, waarbij net voor de verkiezingen de staatsolie zijn deel, omdat staatsolie in financiële positie, in een financiële positie verkeerde, dat men dringend geld nodig had. Dus men zou kunnen heronderhandelen met hun schuld, kredietverleners. Maar het tijd bij Chateau. Dus ze hebben dan gebruik gemaakt van de zogenaamde Oppenheimer lening om daaruit 200 zoveel miljoen te nemen. Dat heeft men na herschikking met hun schuldeisers, Credit Suisse, die gelden zijn vrijgekomen, die heeft men terugbetaald aan de staat. De staat zou dat terug kunnen betalen if de man bij Loba volk, dat de man bij Pai, de bondholders, op zijn minst de helft terug, dat drukt nu bij de GIA-samenleving. Of de man bij Pai via, er zijn verschillende modellen, die shares die dan in prijs waren gezakt, dan hadden we deze situaties niet. Dan had de staat zou niet mogen kopen, laat me het ook duidelijk zeggen, maar dan had staatsolie of iemand anders het gekocht. Ja. Dan hadden we die samenleving, want waar gaat het om?
Het ging om die samenleving te beschermen. En die samenleving niet in die situaties te plaatsen waarbij je een junk-status verworven hebt, toch? En je geen ontwikkelingen voor die samenleving kon brengen. Dat heeft eigenlijk de regering NDP Boutersen toen gecreëerd en achtergelaten voor deze regering. Tot slot, een samenleving, een arka-verhaal dadelijk, maar je moet ook een viering in mijn zakken. Precies. En dat is precies waar we nu naartoe gaan. Ik denk dat deze 2 jaren, dus de laatste 2 jaren, die zie je, PWGONU, komt eerstvolgende verkiezing, is een belangrijk moment wat we nu bereikt hebben. Een van de zaken is dat de schuldeisers, dat er duidelijkheid is met betrekking tot de schuldeisers. Dus nu, als samenleving, als staat, zegt dat, dit is mijn pai, op zo'n moment, dit stel uit. Dus, je zegt wat je doet. Die samenleving gaat niet geconfronteerd worden met verrassingen, dat Tamara, dit moest komen erbij, of dat moest komen, want de matjas Sranangona Krutubakara Isabito. Dus al deze zaken creëren zeker voor die samenleving een rechtszekerheid. Dus dat als samenleving kan dit garandeerd zijn regering taki, dat we gaan naar richting dat.